en terug komt te rijden, jongens en meisjes. Ik
voor de kinderen Maar er is niet zo heel veel meer. Mooie bloemen. Waar komen jullie vandaan? Nieuwegein. Jullie hebben gewonnen of niet? Ja, met 2-1. Zo. Je eigen pannenkoek versieren. Altijd leuk, altijd lekker van de pannenkoeken van de stapeldakken. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar huis. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Hey, waar zal jij vanavond zijn? Het is al 2 uur. En ik die jongen wacht. Komt u met z'n allen? Jij is mannetje alles. En jij bent vrij, wat ben ik toch stom, kan ik maar ja, wachten doe ik net, wat ben jij voor een vrouw? Ik denk doelloos naar de hand, wacht op je voetstap in de gang, kloppen geluiden zo ver. Jou vergeten doe ik niet. Heb ik soms iets fout gedaan? Kunnen wij zo verder gaan? Stel alsof je meespeelt. Ik ben zo in onzekerheid. Ja, op het masteren gaat je dat naar nou. Jij dacht je dat je alles had van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent ver. Wat ben ik nog zo, dat ik maar wacht. Nou wachten we eens steeds. Komt ie! Komt ie! Jij maar dat je alles mag van mij. Maar wat is daar vanaf voor mij? Leven heeft verloren van de traan. Ben jij voor een vrouw? Maar even attentie voor de accordeoniste, komt ie! Voor mij.
We hebben vandaag een prachtige zonnige dag gehad en er is geen onvertogen woord gevallen. Dit in de sfeer zoals wij 3 jaar geleden dit voor ogen hadden. Graag zou ik voor iedereen die zich vandaag belangeloos heeft ingezet voor deze mooie dag, op wat voor manier dan ook, eigenlijk een enorm applaus willen. Bedankt dat jullie er waren. Ja, Sylvia, vorig jaar hadden wij een opbrengst van 1.000 euro. Ik kan je nu vertellen dat we vandaag 13.000 euro... Alsjeblieft, dit krijg je van ons. En alsjeblieft, weet je welk doel wij het geven. Ik ben hier namens de stichting Kika. En ik heb dan ook voor de voetbalvereniging Beest. Ja, ik doe hem hier 2 keer, want ik vind dat de familie Mars... Ja, dat is toch wel een hele grote drijvende kracht hierachter. Die krijgt hun eigen bedankcheck. Deze voor jullie. Deze voor de voetbalvereniging. Wil jij die pakken? En dan wil ik nog een enorm applaus. Dat is jullie voor het En natuurlijk ook voor jullie zelf. Dat jullie ook voor jullie uitgegeven hebben. Jullie zijn drie dingen en toch nooit te hebben gekocht. Fantastisch! Sylvia, dat even zien! Ontzettend bedankt! Ja, en dan zitten de jongens hier vooraan die denken, ja leuk allemaal, maar wij komen toch ook wel voor iets anders. Toch? Ja! Jullie zien hier tegen staan. Zullen we het hier maar bij houden? Super bedankt allemaal! Dan gaan we nu over naar de uitreiking. En we beginnen bij de Pool E6. En daar is 5e geworden, Houten ME3. En op de 3e plaats, Beest F2. Vanaf de overkant, die zal uitgeraaid worden door de scheidsrechter Jeroen Manschot, die daar ook nog een klein woordje bij voert. Naar de meisjes E-pool, daar is 5e geworden, Houten ME2. En op de 4e plaats het andere team van de Houten ME1. De 3e plaats Beest ME1. Op de 2e plaats het team van Alles Munit. En op de bij is gekomen, Beest F1. En op de 1e plaats, JSV Nieuwegein ME1. Zullen jullie alsjeblieft even willen stil willen zijn? Zullen we nog eventjes een woordje doen? Ik wil iedereen bedanken voor dit toernooi. 6e plaats geëindigd, Thijs de Banders E3. Op de 5e plaats, Buren E3. Op de 4e plaats, Relico E3. Relico E3. Spreeswijk E5. Op de 2e plaats, Vriendenschaar E8. En op de 1e plaats, de 2e team van JSV Nieuwegein dat kampioen is geworden, is de E7. We gaan over naar Pool E4. Op de 6e plaats, Lekvogel E2. Op de 5e plaats, Buren E2. Op de 4e plaats,
Vreeswijk E4. Op de derde plaats MVV 58 E3. Op de tweede plaats Maarsen E4. En de kampioen van deze pool, Asper E2. We gaan over naar pool E3. Daar is op de zesde plaats geëindigd, Beest E2. Op de vijfde plaats, Vreeswijk E3. Op de vierde plaats, Vreeswijk E2. Op de derde plaats, Haarten E2. Op de tweede plaats, Stenoco E3. De kampioen van deze pool is Maarsen E3. Dan gaan we over naar pool E2. Dat is een zesde plaats geëindigd, WNC E1. Op de vijfde plaats, op Helens E1. Op de vierde plaats, Heukelum E1. Op de derde plaats, Lekvogels E1. Op de tweede plaats, Asperen E1. En de kampioen van Pool E2 is geworden MVV 58 E1 met 15 punten. Die grote is ook van ons, hè? Wie dan? Nee, die weet je niet. We gaan over naar Pool E1. Daar is de zesde plaats geëindigd, Beest E1. Op de vijfde plaats. Nummer 4, Thijs de Manders. Op plaats 3, Beuzeren E1. Op nummer 2, Relico E1. En nummer 1, de kampioen van Pool E1, Stenoco E1. Dan gaan we nu over naar de VP Club. De scheidsrechter Jeroen Manschot. De hele organisatie, de ouders, het weer, alles zit mee en alles is fantastisch.
gaan we eerst over naar de Fairplay bokaal. De Fairplay bokaal gaat naar JSV Nieuwegein E12. Is de winnaar geworden, Stedoco E1. In your eyes.